van mij. Voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Lieke Biemans en ik maak regelmatig video's over fashion en beauty. En sinds kort ook lifestyle, want je kunt het misschien wel horen, het klinkt hier best wel hol. Sorry ervoor, maar mijn vriend en ik hebben net een nieuw huis gekocht. Zo leuk, echt helemaal blij mee. Dus ik heb natuurlijk ook een heleboel aankopen gedaan voor ons nieuwe huis. Ik heb voor meer dan 100 euro geshopt bij Action en bij Blokker. En nu denk je misschien, hoe doet ze dat? Want Action is natuurlijk een spotgoedkope winkel. Nou, ik heb echt heel veel items geshopt. Dus dit wordt een mega shoplog. Heb je er zin in, dan alvast even je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Blijf je op de hoogte van alle video's en vlogs. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Laten we beginnen met een van mijn favoriete items. Eigenlijk meteen toen ik de Action binnenkwam lopen, zag ik zo'n hele wal, ja, een gedeelte zeg maar, met allemaal super vrolijke, zonnige items. En ook daarbij dit bord. Ik vond het echt een super leuk bord om ergens onder te zetten of om gewoon wat leuke dingetjes, als er bezoekers of zo, wat lekkere dingen op te presenteren. En bij die afdeling stonden ook verschillende bordjes. En dat zijn deze. En hier ben ik echt helemaal verliefd op. Dit zijn geen bordjes om van te eten. Of ja, wellicht kan dat ook gewoon. Maar als je kijkt aan de achterkant, ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien, zit daar een klein haakje aan. En het is dus de bedoeling dat je de bordjes aan de muur hangt. Er was heel veel keuze. Ik heb alle vier de verschillende meegenomen, zodat ik ze ook leuk kan, bij elkaar kan hangen. En ik weet nog niet helemaal waar het een plekje gaat krijgen in huis. In de tuin vind ik het sowieso wel heel erg leuk om te laten hangen. Of op mijn kantoortje. Dan deze met een heel mooi blad erop. Die vond ik ook wel heel erg leuk erbij staan. Ja, ik heb eigenlijk gewoon alle vier de verschillende gepakt. Lekker mix en match. Maar je kunt natuurlijk ook voor een paar dezelfde gaan. Deze cactus. En dan ook deze cactus. Met mooie roze bloemetjes. Dus ik denk dat dat echt heel erg leuk zo bij elkaar staat. De bosjes waren 1,50 per stuk. Dus dat is echt helemaal niet duur. Dat vind ik zo leuk en Action. Dan kun je nog eens wat nieuwe dingen proberen. Maar ik kom even met iets heel groot in beeld. Want ik heb een droogrecht gekocht. Ik weet even niet zo goed hoe ik dit moet showen, maar dit is gewoon echt een simpel droogrecht. Hier zie je het plaatje ervan en dat had ik echt nog heel eventjes nodig. Hij is van aluminium en ik vind het gewoon fijn, zeker nu het lekker weer is, om ook gewoon kleding en bikinis even over dat droogrecht te hangen en dan buiten te zetten. En ik ging dus net voor jullie kijken op de bon hoe duur het was, want ik dacht iets rond de 13 euro, maar ik wil de prijs gewoon heel even goed in beeld zetten. En hier staat gewoon 7,79 euro. Dit is toch niet te doen? Ik word hier echt helemaal blij van. Dus ik heb gewoon een droogrecht van 7,79 euro. Super handig. Het zeker goed van pas komen. Dan de volgende item dat ik heb geshopt. Heb ik maar liefst 3 keer geshopt. Omdat deze me gewoon super handig leken. Dit zijn van die opwerkbakjes. En zoals je kunt zien zijn ze best wel gewoon smal. Ik heb hier bewust voor gekozen, want ik heb een kastje met mijn make-up lades. Daar wil ik gewoon allemaal make-up lekker in stoppen. Maar ja, dan is dat niet echt georganiseerd, want die lades, daar zitten geen vakjes in verder ofzo. Dus ik vond deze bakjes super handig. Ik dacht, nou dan leg ik in 1 gedeelte mijn mascara's, in 1 gedeelte mijn lipgloss. Ander gedeelte ook wat blootjes, eyeliner. Dus dan kan ik dat toch een beetje mooi organiseren. Deze bakjes waren in verschillende kleuren, in het grijs, in het zwart. En in het mint, als ik het goed zeg. En ik heb gekozen voor de grijze, omdat ik die gewoon wel, ja, mooi vond. En deze bakjes waren 2,52 euro. Ik zie nu op de bon staan dat het een bestekbak is. Dus daar kun je hem wellicht ook voor gebruiken. Maar ik gebruik hem gewoon lekker voor mijn make-up. Hier is 1. Hier is 2. Ik heb gewoon allemaal dezelfde kleur gekozen. Dat vind ik gewoon het mooiste. En hier is 3. Dus ik heb ze gewoon meteen 3 keer gehaald. Dan kom ik even goede snijplanken. Een grote en 2 kleine. En deze vond ik wel gewoon het mooiste uitzien. Want je hebt ook gewoon van die gekleurde. Maar ik vond dit wat cheaper staan in de keuken of zo. Een beetje van een graniet look. En deze snijplanken waren voor de grote 3,99 euro. En voor de kleine 1,48 euro per stuk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik ga ze daar meteen even uit de plastic halen. En in de keuken zetten, want dan kan ik vandaag natuurlijk gaan koken. Dan heb ik 2 keer zo'n luxe hammamdoek meegenomen. En ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is een beetje een nude kleur, een beige kleur. En wit komt er ook in terug. Want we hebben buiten 2 van die zitzakken, van die lichtbedjes zal ik maar zeggen. En ik merk als je daar zo op gaat liggen, in je bikini of als het gewoon warm is om te zonnen, dat dat een beetje gaat plakken, zeg maar. Dus ik was echt nog op zoek om, ja, naar handdoeken om daar overheen te leggen.
En onze lichtbuis zijn ook beige en deze handdoeken ook. Dus ik denk dat die er super mooi in bij gaat staan. Ik ga ze zo meteen al even neerleggen. En nu kan ik ze ook openmaken. Want ik ben heel benieuwd hoe groot deze echt zijn. Volgens mij super groot. Het stond ook 1,70. Maar ja, ik ben iets langer dan 1,70. Dus dan, kijk, je ziet me niet eens meer. Ze zijn echt mega lang. Super chill. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb die twee keer gehaald. Dus we zijn er eventueel ook nog in het roze. Toen ik bij het serviesgedeelte kwam, werd ik gewoon helemaal happy. Want ik was echt nog op zoek naar van die kleine bakjes. Gewoon om sausjes in te doen of nootjes, weet je wel. Als vrienden komen vind ik dat gewoon gezellig om meerdere bakjes op tafel te zetten. En toen zag ik deze en ik vond het design echt heel erg leuk. Deze waren ook weer verkrijgbaar in verschillende designs en in verschillende kleuren. En ik ben gegaan voor beige, omdat dat gewoon heel erg goed staat bij onze inrichting. Ik heb wel gekozen voor alle drie de verschillende designs, want dat vind ik wel leuk om dan een beetje dat zo bij elkaar neer te zetten. En deze allerkleinste schaaltjes waren 85 cent. En die zijn zo, die zien er zo uit van de zijkant. Ik heb bijna dezelfde ook nog meegenomen, alleen deze zijn iets dieper zoals je kunt zien. Dus dit zijn weer bijna dezelfde schaaltjes. Echt heel erg leuk. Deze waren 1,59. Dat is toch geen geld. Ik word er echt happy van. Ook weer dezelfde creentjes en in dezelfde kleur, zodat dat allemaal heel erg mooi bij elkaar staat. Ja, toen stond ik daar met de kleine bakjes. En toen zag ik ook nog grotere bakjes staan. Ja, je weet, als je servies aan het kopen bent, je wil dat gewoon compleet hebben. Dus ik kon het niet laten om de grotere bakjes ook mee te nemen. En dat zijn dan deze. En deze lijkt me gewoon ideaal om yoghurt in te doen. Of als je een kleine salade wil maken. Of wat fruit. Ja, dit vind ik ook gewoon super handige bakjes. En dat waren 2,99 per stuk. Zoals je kunt zien ben ik ook erin geslaagd om drie keer het verschillende design mee te nemen. Want echt gelukt, want er waren er echt nog maar bij. Ik heb ook in één keer de grootste variant meegenomen. Deze was 4,92. Ik weet nog niet waar ik deze voor ga gebruiken, maar dit komt vast wel weer van pas. Misschien voor een salade of een pasta of whatever. Dan heb ik deze inmiddels gebogen vliegenmeppen. Die heeft niet helemaal soepel in de tas gezeten. Maar goed, je hebt hier drie vliegmappen voor volgens mij nog minder dan een euro. Een groene, een roze en een mintkleurige. Ik heb sponsjes gehaald. Volgens mama zijn dit echt de beste sponsjes. Dus dit moet ik natuurlijk wel even uitproberen. Op mijn koffer, ik heb zo'n heel lichtkleurig pastelkoffer, zitten echt donkere vlekken. Omdat die dan ja, in het ruim moet en over de band. En dan ja, komen er gewoon donkere vlekken op. En mama zei dat je die hiermee heel handig er vanaf kreeg. Dus deze ga ik zeker even testen. Ik heb rietjes meegenomen. Altijd handig in alle kleuren. Roze, geel, groen en rood. Ik vind het altijd gewoon wel fijn om uit een rietje te drinken. En ook gezellig. Het staat meteen leuk in. Het had nog een klein zeefje. Hij is echt wel echt heel erg klein als ik zo kijk. Deze was 1,59. En deze leek me gewoon handig als ik iets ga bakken of iets moet zeven. Dit hadden we nog niet in de keuken. Ik merk wel, als je dan net op jezelf woont, kom je echt nog heel veel dingen tegen die je mist. Dus ja, super fijn. Ik heb vandaag best wel veel van dat soort dingen aangevuld. Houten lepels, die misten we ook nog. En dit zijn er dan meteen drie. Een lange, een middelmatige en een kortere. Dus ik vind dat gewoon fijn als ik dan een pasta saus aan het maken ben. Dat ik gewoon even met zo'n houten lepel door kan roeren. Want als ik dan met een vork doe, dan heb ik het idee dat ik de pan beschadig. Dus daarom zijn deze. Dit is niet zo interessant, maar wel altijd even nodig. Ik heb gewoon twee deo's gehaald en die waren hier 1,49 per stuk. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel ze bij Kruidvat of zo kosten, maar ik had het idee dat het bij Action Girl goedkoper was. Vandaar dat ik er nog wel even twee had meegenomen. En ik vind deze lichtroze van Dove gewoon altijd heel erg lekker ruiken. Dus een voorraadje kan nooit kwaad. Ik heb ook vuilniszakken gehaald. De medium variant van 25 liter. En een kleinere variant van 10 liter. Want we hebben zo'n prullenbak met twee vuilniszakken. En kunnen het afval meteen scheiden. En daar pas ik deze in als het goed is. Dan heb ik deze huishouddoekjes gekocht voor 1,22. Dit komt ook gewoon altijd goed van pas van die gele doekjes om te poetsen. Aluminiumfolie heb ik gehaald van 99 cent. Dat misten we ook nog echt. En huishoudfolie van dat plastic en doorzichtige voor 65 cent. Ik heb een blikopener gekocht. Deze blikopener was 1,85 euro. Dan heb ik dit plakbandsetje nog gehaald van 69 cent. En dit is onzichtbare plakband. Onzichtbaar, dat klinkt wel zo in dit botteek. Daarnaast heb ik nog deze vrolijke onderzetters gehaald. Twee pakjes, er zitten er
5 in. Oh nee, 6. Dan zit er een 6 in. Oh, dus dan heb ik er meteen 12. Oh, dan was ik 1 ook wel genoeg geweest. Ik dacht gewoon, ik keek gewoon heel snel. Ik dacht dat het er veel waren. Maar goed, dit kan me kwaad. Ze waren 1 euro per stuk. En ik heb gekozen voor deze print. Die vond ik echt gewoon heel gezellig en vrolijk. Met allemaal cactusjes in verschillende potjes. En dan als laatste, voor alle flamingo-lovers, een flamingo-kaars. Ja, dit zijn dan echt van die dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar als je dan bij de Action komt, kun je het gewoon niet laten staan. Deze kostte 1,99 euro. En kijk, ik ga even dit afhalen. Het is gewoon zo'n grote. Hoop eens even op. Het is gewoon zo'n grote kaars. Met 3 aansteeklonten. En ik vind deze bak ook gewoon super gezellig. Tot daar met al die vrolijke flamingo'tjes. Dus ook deze ga ik op de tuintafel zetten. Met al die onderzetters erbij. En dan ziet dat meteen helemaal gezellig uit. En oh nee, hij ruikt niet. Als het nou nog een vanillekaas was geweest, was het helemaal top. Nee, dit is gewoon een neutrale kaas. Maar het is wel super gezellig. Dan gaan we door met mijn aankopen van de blokken. Bij de blokken heb ik iets minder gekocht. Ik heb er eigenlijk gewoon de dingen gekocht die ik bij de Action niet kon vinden. Of ja, niet fijn genoeg vond. Zoals bijvoorbeeld deze kurkentrekker. Die hadden we ook echt nog nodig. Bij de Action had je zo eentje voor 1 euro waar je zelf moest draaien. En ja, dat moet trouwens bij deze ook. Maar dit is een wat luxere variant. En dat vind ik best wel fijn omdat we wel vaker een kurkentrekker gebruiken. Dus vandaar dat ik die heel even had meegenomen van de blokken. Dan heb ik ook van de blokken een flessenlikker om flessenlik te maken, zoals de naam al zegt. Ik heb 2 hele gezellige placemats. Die passen denk ik wel leuk bij de kaas van net en bij die andere gezellige dingen. En dit zijn van die doorzichtige placemats en die waren echt maar 1 euro. En wat ik zo handig vind aan deze placemats is dat je ze heel makkelijk af kunt doen. Dus je legt ze buiten, je doet ze af en in de la. Dat zijn deze. En ze hebben een heel erg leuk printje. Ik had het liefst er 4 gehad. Maar helaas, er lagen er nog maar 2. En het andere printje vond ik iets minder leuk. Misschien dat we ze een andere keer kunnen halen. We hebben cocktailprikkers gehaald. Altijd makkelijk. Dit is ook echt zoiets. Nou, dit zag ik dus. En ik zei tegen mama, ah, deze is zo leuk. Het is een schaaltje. En hierop staat, oh la la. En aan de zijkant is hij goud. Nou, ik ben echt verkocht op alles wat goud is. Ik hou gewoon van goud, gouden accessoires. En deze vond ik natuurlijk ook meteen super leuk. Dus ik zei tegen mama, want ik was met mama shoppen. Deze vind ik echt heel leuk, maar waar kan ik die eigenlijk voor gebruiken? Mama zei, voor je sleutels. Ik dacht, yes, goed excuus om deze ook mee te nemen. En dan heb ik nog een heleboel. Volgens mij zijn het er 6. Yes, het zijn er 6 placemats. En deze placemats waren 1,99 per stuk. Een mooie sandkleur. Ik zal er even eentje openmaken. Kijk, dit zijn de placemats. Dus die vind ik ook heel erg handig om te gebruiken. Dus dat was het alweer. Dat is eigenlijk alles wat ik heb geshopt bij de Action en bij de Blokker. Volgende week, oh nee, deze week ga ik ook naar Primark om nog een heleboel andere homespulletjes te kopen. Dus als jullie het leuk vinden dat daar ook een shoplog van komt, laat het zeker wel even weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En laat ook zeker wel even weten in de reactie wat jouw favoriete item is. Lijkt me heel erg leuk. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dank voor het kijken. Dikke kus. Doei doei.